Het spijt mij, heren, om die kabinet te moeten meedeel. Dat daar gestrand, omstreeks 10:30, bij een maximum securiteitssluis van het Nationale Navorsingsinstituut een gebrek is. En een belangrijke document verwijderd is. Die document handelt voor die proces voor die splitsing van water. En zijn twee elementen, waterstof en zuurstof. Al twee natuurlijk hoogst ontbrandbare gassen. Daar was net één afschrift van het document, wat zeker die waardevolste energiebron in de geschiedenis van een mensdom ontsluit had. Dr. C.J. Poisson. Op deze theorie, die proces ontwikkeld is, is zoals je allemaal weet, 2 maanden geleden dood. En ik geloof dat die Nationale Navorsingsinstituut dat onmogelijk vindt om het proces te herhalen. Die inlichting is dus onvervangbaar. I hardly need to tell you, gentlemen, that our police force are doing their utmost to recover the microfilm concert.
Goeiemôre, suster. Halleluja. Wat 'n wonderlike woning het jy hier nie. Ek sê nou net vir vader George. 'N mens kan sommer in 'n opstal sien wat 'n fyn mense agter hierdie poorte woon. Amen. Nou ons was in Matties! Ons was toevallig in die omgewing en toe Ek sê, bakker af! Ek dink nie, verstaan nie. Ons is twee nederige dienaars wat die woord verkondig aan die arme. Wat? Nee! Jou goue bek. Ach, shut up, George. Party wen jy, party verloor jy. Hoeveel geld het ons van laas week af gekollekteer, hè? R6.32. Ek het nog gat vol om 'n hoenderrokker en voerkuile te slaap, man. Wat ons nodig het is 'n groot job. 'N regtig 'n groot job. Ja, ja, soos wat miskien? Soos R10.000 of iets. Ha! Hel doper, man. Ons kan Mauritius toe gaan vir 'n maand. Topless tuffies die lot. Ja, ja, okay. Die weer is my swak punt. Stupid! Hey. Daar loop! Vanggat! Volgende keer is het jou beurt! Vanggat. Dag, baie dankie. Môre. Môre, meneer. Baie dankie, baie dankie. Goeiemôre. Goeiemôre. Kan ek jou help? Dis nie die hem grap nie. Sit die goed hier in. En jylle wil nou een bank beroof. Hoor hier so. Hoekom vat jylle nie jylle teddybeer dan gespeel jylle buitenkant nie? Ek het vreselik baie werk vandag. Shut up. Shut up, jou stupid. En maak soos ek sê. Weet jylle hoeveel geld het ek hier in my laai? R2000. Dus, nou wil jylle nou vir 25 jaar in die tronk gaan sit vir R2000. R2000? Ek ken jou soort. Gooi in. Nee, ek dink jy so. Sorry. Kijk, koos. Stieke. Jullie is de enigste bank in die dorp, nie? Stieke. Zo'n stupid bank hierdie.
Is hij nog warm op? Stupid. Bye bye. Hoe bloody Scott, man? Ik zeg voor jou met die pijpen, pop en die trein los. Jij weet me altijd beter. Wat is onze mascot, man? Mascot is een mooi man. Toch is er enig iets wat jij kan recht doen. Enig iets. Jij kan eerst een baby zijn bottel stelen, man. En dat is een feit. Ik kan niet proberen om hem goed te doen, ik zweer. Ik probeer hem goed te doen. Dat is een bolzap, man. Dat is wat het is. Oké. Als ik zo damn slecht is, hoe kom werk jij niet alleen niet, hè? Ons zal zien wat voor van jou die dag als ik niet meer daar is, niet. George. Als jij wil zelfmoord plegen, is het lekker. Schiet jouw brein in die dak vast, man. Wat geef ik om? Niks. Alright. Als jij zo grand is, hoe kom krijg jij niet die geld bij die oude meisje, hè? Ons zal zien hoe smart is jij. Jij hebt niet eens die brein van een oude kijkinkie niet, man. Moet niet mij tergen, George. Moet niet mij tergen, niet. Ik slik jou gewoon. Wat schrik ik? Jij blijf buiten. Ik en George het gepraat. Sorry, ons vaar die 2000 rand. Alright. Zie jij niet wel luister, nie? Maar al net eerst uit haar geweer en wijs een beetje rond. Net nou, dan kan ik eens koppen in met Sammy of niet dan. Moet niet mij mijn damn job leren, nie. Kijk. Nee? Shit. Hang mee dan. Kom, oké. Okay. Oh, bitch, you stupid! Wie stupid? Ik of jij? Er is niet tijd, man. Trek gaan rijden. Oh, shut up, man. Ik is bezig om te ver. Blijf net waar je is. Is niet grap. Maak vol. Maak vol! Wat zijn er weer? Zeg eens, ze gaan niet gaan leviten. Jij moet net een beetje wachten. Levy toe, en die trein gaan rij. Hang niet aan, hang aan. Sit zo lang ik SPP bestel toe. Sit. Dus die stupidste bank in die hele damn stupid dorp. Net een woord. Net een woord. Daar is net één man in die hele wereld wat door onze securiteit kon gebreek het. Fransman. Die Franse politie weet min van hem af, behalve hulle noem hom Le Chat. Die kat, meneer de eerste meneer. Ek weet. In elk geval, hulle weet niet veel van hem, nie, behalve dat hij vir groot somme geld werk. Zo. En wie sit daar achter van Arab? Kan enige iemand wees, meneer eerste minister, die Arabieren, die Amerikaners, die energiemaatschappij. En wat doen jullie omtrent die zaak? Los, het elke uitgang met die land uit beman. Ons gaan zelfs al die hotellen, die treinen, die bussen, zelfs elke hiermotor na. Jullie weet niet waarna jullie zoek. Zo moet mij niet belig. Hoe oud is jij, Ganara? Ik is 45, meneer eerste minister. Als die kat wegkomt. Ja, meneer. Is jij op pensioen? Dat is al. Nou, meneer eerste minister, ik kan verduidelijk, dus is maar niet. Ik heb gezegd dat is al. Loop nou.
doper. Dis is George. Hallo George. Niks van hy nie, niks nie? Niks van hy nie, niks nie. O ja, dankie vir die lift na nêrens toe. Ai man, is moes ek met julle job opgemors het, nie is julle. Kom, ek wag al 3 maande lang vir julle. Jo, wat is dit? Ek het 'n job, 'n groot job. Nou ja. Sal ons drink op die nuwe job? Ek drink nooit op iets as ek nie eers weet wat nie. Okay. Hierdie hotel behoort aan 'n mevrou Jaekel. Die mense hier rond noem haar jakkels, want sy is so skelm soos een. Sy het in haar kamer 'n brandkluis vol warm geld. Het daar al mense ingeboek vir vanavond, Gloria? 2 priesters, Antie. Right. Jy skryf vir hulle kwitansie uit die spookboek uit. Die ontvanger werk nie verdomd vir die geld wat ek met sweet en bloed verdien nie. As daai 2 môreoggend hier uitgaan, dan kyk jy of die Bybels nog in die kamer is. Jy is ook heeltemal te damn slim vir so'n dom, stupid meisiekind. Dis hierdie dom, stupid meisiekind wat jou bas uit die tronk uitgehou het. Doper, daar's 'n knoppie by my voet in die bank waarop ek hom getrap het. Daar was die polisie by die voordeur nog voor jy met jou pop klaar gespeel het. Nou, hoekom het jy dit nie gedoen nie? Maar ek kon sien, die revolver is nie gelaai nie. Mens kan dit sien as jy nie stupid is nie, weet. Alright, nou sê my net dit. As jy nie so damn stupid is nie, vir wat wil jy skelm word? Voor my risiko nul is. Julle steel Jaekel se geld. Ek kry daarna, al gaan aan, kry daarna nie. Jy wil toch ook my sê, sy gaan polisie toe hardloop en vir hulle vertel hoe sy die ontvanger van inkomste verneem nie. Heldoper, dis a grand scheme die. Dis die jackpot. George, hou jou back toe. Ek sal dink as haar gedink moet word. Wel, jy het die hele middag tyd om te dink, maar my etensuur is verby. Laat my weet as jylle besluit het. Op die koers. Wel, op die koers. Die man jou al gesê hoe mooi jy is. Omtrent 100 ouwense dag, Toepe. Toepe. Toepe! Luister! Ek kan sommer hoor hoe begin rattle jou klere alweer. Jy gaan hierdie job opsmash oor Tiffany, hoor jy my? Fuck, Tiffany. Doper! Doper, luister! 100.000 rand is die hele levertrie vol geld, man. Ek sê jou wat, ons zap die geld en dan cheers vir die Tiffy. Ons het dan nie nodig, man. Doper, jou bloody dago! Doper! Hey! Doper! Ek het jou gesê, ek gaan nie weer een stress doen nie! Wat de Tiffy? Ek collecteer liewe vir die kerk. George, is jy bang?
Ek het jou mos gesê, ripe first degree. Ripe first degree. Plaster. My negeer. Gloriana gaat die na Jaekel. Gloriana. Jaekel. Kan ik net iets zeggen, kaptein? Ja, zeg. Dit was hier rijp, kaptein. Ik het ingebreek. Waar die vrouw zo warm geld steel. Ik weet, ik is een vieselijke skelm, kaptein, man. Maar rijp... Zo. Jij wil inbreek. Zo. Sonne broek aan! Moenie vir my terg nie. Verstaan jy? Moenie vir my terg nie. Dis ryp as ek al ooit ryp gesien het. Wat jou naam? George, kaptein. George? Wie, stupid? Fokkens, kaptein. Is daar enige iets wat jylle kan recht doen? Ek kan mondvlekjes speel. Jy weet, ek sit al maanden lang aan hierdie job. En in een dag smash jylle alles op. Weet wat gaan nou gebeur? Morgen vroeg as die son opkom, is Auntie Jaekel en Gloria weg. Geld en al. 100.000 rand. Kan ek jou story vertel? Morgenochtend as die son opkom, is ek ook nie so weg. Sien hoe like jy dit. Doper. Ek kan nie wacht vir die son om op te kom nie. Thank you.
Sorry, vader. Vrede, meisje. Jy is Vlok, ne? Ja? Jy wacht vir Jaekel en haar niggie Gloria om te kom getuig in die saak teen Fokkens. Ja? Hulle sal nie opdaag. O, hulle sal nie opdaag. Hulle het gevlug. En wie, as ek mag vraag, is jy? Agent 001 van interne veiligheid. Hulle het gevlug met 100.000 rand. En jy glo hulle een storiekie oor die ryp. Ha! Ha! Weet jy wat maak dit van jou? Een sot, Vlok! Ha! Kom saam met my. Doper. Weg. Weg? Waar naartoe? Hoe moet ek weet? En wat van my? Wat gaan van my word? Ek het nie eens een broek om aan te trek nie. Ek het 3 dae laas geëet. Niemand gee dem wat van my word nie. George, wat is jy? Ek weet nie. Wat? Een dief, George. Een dief. So wat? Jy het een paar kleren nodig, George. Maak een plan. Een plan, George. Hoe is het? Bordel Witsenberg Late Harvest en 2 glazen. Hey, ek en jou van een kant af. Wie is jy? Jake Satan. Ek sien afloos. Raai dan, 3.60 is het. Skryf het op my rekening, seker. Thanks, sir. Jou donder. Hey, Stewie. Sit down, like man. Bed skryf ons niks van die kitchen af, he? Hey, Jay's keep out here, lunch in the dining car, ne? En jy?
Nee, hang ze een beetje rond. Skip sur die beddings. Doper. Jeffrey, fantastic. Als te veel op die trein. Ha, en zo'n groot anti. Vetten, baie juwelen. Ik zoek die Tuffy. En van waar dan? Ik zoek haar lijf. Die anti is die tukvrouw wat met die brein tas dining saloon toe gaan. Toilet toe gaan. Jewels in die oren. Ja. Bangles. Yes. Necklaces. Ja, ja. Sorry, Stewie. Niet gezien. Nie. A shame. Maar jij ligt moest nou jouw donor. En jij ligt ook moest nou jouw donor. Is niet te veel wat jij zoekt. Is die jewel? Goeiemiddag. Hey, waar is julle? Jaekel is op die trein, man. Tas vol geld, hande vol juwele. Doper. Luister nou mooi, Appelkosie. Hier is een ander skelm op die trein. Ook achter Jaekel en is geld aan. Kry een aerie in die hande, George kan vlieg en maak dat julle voor die trein kom. As ek jy goed kry, klim ek af. En dan moet ons laat wiel hoor. Okay, waar is jy? Ons is op keerpoort op pad Johannesburg toe. Right. Die kat gaan een van twee dinge doen. Of hy gaan die land uit met die dokument, of hy gaan nie die land uit met die dokument. En as hy nie land uit gaan, het hy kontak hier aan wie die film gekoop. Precies. Soos net geweet het waar hy is, ek en die broek nie, geen hy duid om of ons die kat kry, solank ons net die dokument terugkry. So, ek wil hy ons met die woord laat loop in die onderwereld. Ons is bereid om die dokument terug te koop. En die prijs, generaal? 1 miljoen. 1 miljoen? 1 miljoen? Wel, generaal, wat staat in die dokument? Dit weet net ek! En die premier mevrouw Jaekel en haar dochter het volgende twee kaartjes koffietrein. Waarheen? Johannesburg. Kan ik helpen, Jeffrey? Mijn papa heeft gevraagd, ik moet gauw een keer hier langskom. Hij wil graag zijn landen laten spuiten. Nou goed, kom eens krijgen die besonderhede. Thank you.
So ja. So teen Woensdag, Donderdag volgende week. Wat doen jy Vrydag aand? My nommer is daar in jou boek op die vorm. O, oh, jy weet, ek het nog nooit gesien hoe lyk so vliegtuig binne nie. O. En gaan wys jy my gele. Dankie. Vergeet ek, ek het my handsaklik hier in jou kantoor, as pres ek baie geld in. Ek sal het gauw gaan halen. Nee, 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 wacht sommer hier, ek sal het gauw kry. Als jy blij hebben wil voortje. Ek! Wat jy dan? Lekse tuk. Skiet soos dynamite. Een druppeltje in die antiese tea. En Vivi. Misschien sal sy nie die keis grijp. As the emergency kom nie. Yes, is a goeie in die. Woohoo! Ja! Die. Ja, dankie, sit maar neer. Luister, ik denk daar is nog heel wat mensen wat willen deze te mag. Ja. You get away, Blankine. Denk je het was zeggen? 3.5 minuten te vroeg? Ik weet je. Wel, gaan kijken. Ik... Kom je kopjes al. Thank you.
Jeffrey! Jeffrey is een man, man! Jeffrey, je bloedzaam! Jou blerrie stupid skulp. As jy nie 'n blaas soos 'n hertjie gehad het nie, dan het ons nie nou hier geloop nie. Jy's 'n regte emmerbek. Kom my nie op met vieslike praatjies. Shame! Weet nie, jy het ook uitgeklim en jou plassie gemaak. Soos ek jy is, hou ek my bek. Hallo? Hallo, 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 hallo? Doeper hier. Doeper hier, is daar een maaikje met een praatje? Doeper, geef hem maar die microfoon. Op een koos met Doeper, kom in, Doeper. Hey! Waar is die Doeper? Wat is jou positie? Ek is op die super slab, op die tekkies. Hoor jy zo, ek het een beetje ongelukkig gehad bij die SIS en H. Ben je afgeval? Afgeval? En waar is die trein nou? Zeker zo'n paar kilometer voor en toe. A Jaekel? Een beetje maagmoeilijkheid. Voor wat vind je zo al op één plek? En vir wat sê die medeman so continuous op die eens toe? Excuse, madam. Wil madam nie so'n bietjie buiten staan, so die beds kan sweep nie? Is die dit madam se ma? Antie. Lijkt mij ze is baie ziek. Gefeind daar bij die lavatory. Amper by die deur uitgeval as ek aan jy gekeer het nie. Huh? Genuine, madam. As ek madam is, haar kyk ek of die dik madam alright is. Sal jy hier blij tot ek terugkom? Sikkelijk, madam. Is a pleasure. As jy madam help nodig het, kom roep maar net vir die pets. Dankie. Auntie!
achter my swaard soos die hel. Hou vir my lemonade weg, skrik toe, wil ek sien dit. Maar wat sê 10-20? Aan die kant Braksloot, op pad Johannesburg toe. Hey, waar is julle? Die Filistyne is op my. Kijk hoe jou staar aan die appie. Luister, as julle nie gauw maak, hier slaap ek van hand in die tjoekie. George, my suitcase op te maak. Ons deel die geld, sê vir mekaar kabaai, maar morgen is ek terug by die bank. Sommer net so? Sommer net so, doper. Ja, maar jy kan dit nie doen. Ek meen, Appelkoos, na alles wat ons saam deel. Ek meen, as dit nie vir my was nie... Jy, jy is een protvel van die trein af laat afsmuit, man. As dit nie vir Jeffrey fantastic was nie, dan het ons nou... En wie het om langs die pad gekonder, he? Jy het om gekon. Ja. Maar weet wat beteken dit nou? Pleks van een 3. Moet ons die geld naar een 4 verdien. Helma. As ek en jy ons delen by mekaar sê, dan ons help. My doper, ek het nou nie die vaagste benoel wat jy probeer sê nie meer. Ek meen... Eigenlijk... Ek like jou, man. Soort van... Jy weet wat ek bedoel, man. Jy bedoel ons met trouw, of soeit? Soeit. Ek bedoel het goed, man. En dan doe? Dan werk ons saam. Ek soek al lang kal na nieuwe partner, man, genie. Ou George is... Wel, hy is oké, maar... Jou mal iets sien recht doen. Hy smash als op als. Hy kan nie eens die helemaal collecteer nie. My dame, die spook heeft jou afgelaat. Oké, oké, nou en dan... Nou en dan dan doen iets, oké. Maar ja, op een kwestie. Het is bijna om elke nacht samen om te slapen.
Hij snoekt zoals een vark en hij was nooit zijn sokjes, niet nooit. Zeg mij, dokter, wie mag dan voor ons die suitcase open? George. En nou? Ik dank nou niet. Die doper. Hij kan niks recht doen, man. Niks. Kan niet eens collecteren zonder dat die honden ons schrapen. En die meisie. Je gezien hoe kijken aan elkaar. Je weet. Hij heeft mij laatst 2 keer gedropt voor het tiffie. Ik heb 6 maanden stress gedoen daarvoor. R101,000 and 40 cents. En deel met 4? 25,250 rands and 10 cents. En deel met 2? Als je mij in die kroeg bezig gaan met snack, maak je 2 maatjes een kraak, hè? Ja. Luister, doper. Jy wil so graag ek met jou bly. Nou, tot jy die geld kry, is precies wat ek gaan doen. Of is het net nog iets wat jy nie kan recht doen, hè? Ons moet agtervolg. Ja, doper. Ons moet. Kan jy vlieg? Nou ja, dan moet ons seker maak dat ons by die stasie kom. Treinry is beter as voetslaan. Hey, help, koos, jy... Jy is in my moed hak, jong. Ek kan nie soms so op die trein klim. Ek jou hak. Wat is jy, doper? Ek weet nie, wat is hy? Een dief, doper. Een dief. Hey.
Ek dog het ek kraak gemaak. Helder, Volkoos. Ek wil jou weg om nooit nie, man. Hier daar is een lijken. Definitief. Hier. Ziel. Ons was mee in die kar toe hy oor die spietrap was. So jylle was in die air nie. Luister, ons is bezig met een baie, baie belangrike saak. En jy mors ons tyd. Niks is so belangrik soos die handhawing van wet en orde nie. Kom ons begin nou weer voor. So jylle sê, jylle het langs die pad gestaan en pauseer toe die motor gesteel is. Kan jylle die misdadiger skryf? Nee! Ha. Nee! Ons het met ons rug na hom toe gestaan. Oh. Met alle woorde, jylle het in een westelike richting gekyk, toe die voertuig achter jylle, dis nou oos, toe jylle in een noordelike richting verdwijn, Wie ons is? Huh? Wie? Ons is politieofficiere! Ek gee geen demo wie jy is, jou raad! Raad! Maar goed, kom ons begin weer voor. Nee! Ons begin nie weer voor nie, ek wil jou telefoon gebruik. Staatseiendom? Nie vir publieke gebruik nie? Luister, en luister nou mooi. As jy weet wat goed is vir jou, kry vir generaal Hamilton Rory binnenland sy veiligheid op die lijn. Hoor jy? Nou! Nou! Die generaal he? Ah, 001. Ja, ja. 001. Kom op die trein. Gauw. Meneere, ons het die eerste stukkie constructieve leidraad van hierdie saak. 001 is op die spoor van een mevrou Jaekel. Sy het op een trein geklim met een tas vol geld. En sover ons weet, is sy nog daar. Wie is mevrou Jaekel? Dis jy is die punt. Sy is getrouwd met ene Dr. Henry Jaekel, wat 3 jaar gelede bedank het by die navorsingsinstituut nadat hy bezig was in een geheime project. Ons het om dop gehou, want ons het gereken hy verkoop van die inligting. Want, hy het baie ryk geword. Hy het een hotel gekoop en een 450 SL. Sê, ons het vermoed dat hy inligting omtrent die project verkoop het. En ons was op die punt om hom te arresteer. Verdwijn. Dit is die connectie. Het hy al die waterproject gehad? Nee, maar hy moes daarvan geweet het. So, Dr. Jaekel het toe die kat gecontracteer. En nou is mevrou Jaekel op die trein met die tas vol geld. Op een of ander stadium gaan sy die tas geld vir die kat gee vir die document. 001 sal oor 10 minute op daardie trein wees. En ek en die premier glo dat ons voor vanavond danker daar die document behoort terug te.
Hoe leer die boks, oostuf? Lekker koud daar binnen, hè? Of is jij gediepaard naar die hothouses? Jy, bly daar binne, jy my. Jy, stay inside. Jy, stay inside, jy. Sorry. Jy, oh Fokkens, ek het nie geweet, jy sal gaan diep wat het nie. Rest in peace. Is alles recht, everything alright? Goed. Goedemiddag, good afternoon. Is alles recht, everything alright? Mooi lekker. Wel, cheers, Doper. Cheers. Laat gaan ons nou doen, hè? Hij zoekt ons aan een job. Een ander job. Dit was die perfecte job geweest, hoor. Nee, maar dan smash jullie moest alles op wat jullie doen. Dat was baie aan een job, Appelkoosie. Relax, man. Soos wat? Soos. Invoicing. Je koop je invoiceboek. En dan schrijf je rekeningen uit voor maatschappijen, firma's, bezigheden. Rekening? Voor wat? Onderdele, reparaties, al hy goed. Man, meeste besighede is so groot, die ene helft weet nie wat die ander helft doen. 80% van die ouens betaal uit sommer so, net sonder queries. Ek het baie geld gemaak verlede jaar, totdat hulle... Pel toe hulle... Totdat hulle jou gevang het, hè? Ja... Tijd keer wen je, tijd keer verloor je. Tobie, jij niet ambitie? Ambitie? Tuurlijk heb ik ambitie. Je is nog zien. Eendag maak ik 1 miljoen. Watch me. En als 1 miljoen niet goed genoeg is, dan maken ze het 5 miljoen. Maar die document moet ons de alle kosten terugkrijgen. Verstaan je? Waar trek ons nu? Nog om jou te inspireren, je beroep. Ja. En vrouw en kinderkies? Wel, heb ik het niet eigenlijk daar gedink. Jij is tenminste eerlijk, nee, Doper. En nou hoef ik je ook niet te gloeien, je het mij ziet, mijn lief. Ons twee met mijn bed toe gaan, nee. Sies, maar jij praat lelijk. Is niet, Doper. Ik is maar niet realistisch, dus al. Realistisch? Gentlemen. Wat is jouw naam? Ons is. En ook ons moet hier waai, want hier gaan groot moeilijkheid komen. Net een oomblik, niet zo haastig. Meneer, ik heb je persoonlijk van hierdie trein afgegooid, nou is je weer terug. Hoe kom? Ek en Appelkoosie is op. Moet niet voor mij liggen, nee. Waar is mijn tas? Tas?
Moenie vir jou onnoosel hou nie. Waar is die bedding vent wat my tas gevat het? Staan op en maak asof niks verkeerd is nie. Toe! Ek weet nie wat Jeffrey is nie, ek sweer. Ek weet nie. Dis nou jammer, want wil ek jou iets vertel. Daarie tas is 1000 maal meer werd as jou lewe. So. Losbars. Kom aan! Hey, help me, Marco! Doper! Heet hij helemaal Doper? Wat er geld? Hoe is dat? Wat doe ik hier, man? Nee, ons moet hem helpen, man. Hel! Dit was nooit! Dood! Doe wat ook hier! Nee, ik en Jeffy Fantastic, ons zit nou. Hey! Hey, jou bliksem! Sprong! Sprong! Ja, kom! Kom! Ja! Beland, man, kom. Ek jou kyk dam op my nie. Hoor jy nie deur jou eie bas? Man, ek is jammer, ek het nie gesien jy's agter my nie. Wat se voet, man? Oh, Larry Lafort. Ah. Hey! Luister, luister. Ons kan 'n deal doen. Deal se my man. Laat die deal wat ek gehad het. Jy my 30 dae in die tjoekie gekos. Ai, meneer Kat. Meneer Kat. Ek is geautoriseer om jou 'n aanbod te maak. Ha! Aanbod te staart, man! Thank you.
Ek is jammer, meneer. Maar jy weet toch, ek kan nie vir jou staatskar gee sonder behoorlike magtiging nie. Regulasie 13b se paragraaf 1a. En waar moet ek miskien die magtiging kry? Maklik, hier vul die vorm in DD227 in triplikaat. En dan stuur ek het hoofkantoor toe. Ah! Hoe lang denk jy gaan dit vat? So 2 weke. As jy gelukkig is, 3.5. Moet nie stupid wees nie, man. Die skurke is bezig om weg te kom. Luister, meneer. Regulasie 2, subparagraaf 3 van die reëls oor die gebruik van staatsvoertuie. Sê uitdruklik. 'N behoorlik gemagtigde vorm DD227 in triplikaat is nodig voordat jy 'n voertuig uit my voertuigpark kan kry. OK. Stik jou bloody kar. Stik dit. Dankie. Ek sal. Sideways. Ek is jammer, generaal, maar dis wat gebeur het. Luister na my 001 en luister mooi. As hulle wegkom met daai dokument, is dat die einde van jou loopbaan, verstaan jy my? Maar generaal, regulasie 2, subparagraaf 3 oor die gebruik van staatsvoer. Ek gee nie 'n donder om wat regulasie 3 vers 2 sê nie. Ek gee nie om wat jy doen nie. Jy kry 'n kar, steel een, kommandeer 'n tank, maar kry net daai dokument. Jou dom bots. Jou dom bots. Acht. And a car disappear. I just put 4 bands, 4 new bands on that thing, man. How could it just disappear like that? Oh, man. Come on, man. I see you. Hey, come on. I got to tell my car, man. Just found my jam. How could it just disappear just like that? Sy trabante is in hierdie area. Ek wil elke moontlike toegangsroute beman hê. Elkeen. Daar is geen manier hoe hulle kan ontsnap. Mits ons wakker is nie. En as ons na plan, generaal? Ek en die eerste minister is net geïnteresseerd in die dokument. Niks anders nie. En die kat is ook nou moes op. Hy weet precies wat hy in sy besit het. En as jy dan paniekerig maak, dan sal hy terug om dit te vernietig. Kan ons met hom onderhandel vandaag? Ek lei self die beleg. Die opdrag is om die kat 10 miljoen aan te bied, plus vrywaring van vervolging en ruil vir die document. Nou, as ons die document het, generaal, kan ons hom dan in hegtenis neem? Onder geen omstandighede nie. Die regering sal sy 10 miljoen betaal en sy belofte nakom. Die kat sal vir die rest van sy lewe 'n ryk man wees. As daar geen verdere vraag aan hierdie verband is nie. Here, operasie kat begin oor 30 minute. Sorry, Boetie, maar ek sê so toe.
Slaap nou. Na kwart 2. Wat is jouw positie? Kwart 2 naar kwart 1. In positie, generaal. Hou je positie. Lij laag en lij snel. Uit. Recht, generaal. Kwart 3 naar kwart 1, onze positie zeer. Kwart 3 naar kwart 1, onze positie zeer. Kom breakfast.
Maar ik heb je gesê. Hulle het ons verneek. En is al wat ons weet. Weet julle wat in die tas? Natuurlijk weet ons wat in die tas is. Denk jy ons is damn stupid? Daar is geld in, man. Hoopig geld. Heb julle dit gesien? Nee, General. Maar on the other hand, ons het die hemel ook nie gesien. Maar ons weet is daar. Nee, ek kan nie meedeel dat daarom daar die tas een document is wat vir die regering van uiterste belang is. Dat is vir die regering so belangrik dat hy bereid is om 10 miljoen daarvoor te betaal. Ik ken die government. Die helft van hulle vir income tax, een kwart vir super tax, een stuk vir fringe benefits en hulle weer een donder in jou in die tronk voor loitering met intent. Tjimmerie! Tien miljoen. Met die vrijbaring van vervolg. Al wat ons wil hê is die kas! Ruiter, skryf eers alles op papier. Die 10 miljoen, die vrijwaring, alles. Skryf. Skryf. Damn die, die stuk uister. Sal ons maar vir George kry, maar op die melkdoper. Jy weet, Abba Koos, eindelijk gee ek nie om as ons om nie oop kry. En bly het tenminste by my. Nee, wat die wanneer ek sy oop mag. Was dit? Mens dat ek iets gedrink te eet. Jeffrey, hou jou bek. Kom. As ons met dope kry, weet jy wat dit beteken? Wat? Dit beteken 2,5 miljoen by elke van ons. Huh? Kijk jy dit? Wat? Kijk in! Weet jy hoeveel keer het ek in dope kijk in vir breakfast gebraai? Nou, hoeveel? Tjik! Kom aan, man! Het is enige iets wat jy kan reg doen, hè, Annie Muller? Waar is hulle, man? Hé, kom maar! Waar is hulle? Hé, Dober! Hé, Dober! 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 Luister! Nee, ek hoor! Dis alles voorbij! Ek het nieuws, man! Fantastische nieuws! Ons is rijk! Ons is skatrijk, jou! Ha! Ha! Jou stupid! Dis wat jy denk! Kom kyk wat in jou damn stupid tassie! Film! Stupid, stupid film! George? Huh?
lieve broeders en zusters. Aan die opdracht van die goede woord. Die opdracht van die liefde gave. Laat ons dus nou, broeders en zusters, ons harte en ons beursies oopmaak. Gee. Amen. Gee. Amen. Gee. Amen. Nou laat ons nie langer twyfel. Kom, broeders en zusters. Gee.